Joël Stoppels, kom erbij. Van Battlefield Tours. Ja, die doet iets heel interessants, vind ik. Hij geeft tours door verschillende steden, maar ook door de stad Groningen. En laat eigenlijk nog heel goed zien wat je allemaal nog kan aanraken, voelen van die Tweede Wereldoorlog. En dan vooral ook dat einde, de bevrijding van de stad Groningen. En je hebt eigenlijk voor ons een kleine fotocollage gemaakt met wat er allemaal nog te zien is. Dus ik zou eigenlijk zeggen, pak een van de camera's en vertel wat we op de foto's zien, Joël. Nou ja, de opmars, hè, wat ik begon op 13 april 1945. Fantastische dag trouwens om een stad Groningen eigenlijk te bevrijden. Hè. Vrijdag de 13e. Oh, mooi. Kun je bedenken. Uiteindelijk de Canadezen trekken eigenlijk via de Paterswoldseweg binnen. Er wordt enorm zwaar gevochten. Huis voor huis wordt gezuiverd. Daarbij trekt men eigenlijk naar de Parkbrug. En dat was een van de bruggen in de stad Groningen die strategisch erg belangrijk was. Ja. Daar wordt ook weer heel zwaar gevochten. Dan gaan zelfs Canadese militairen zwemmen naar de overkant, over het Hoornse Diep, om uiteindelijk die brug in handen te krijgen. Nou, die hebben ze dus op de zaterdag 14 april 1945 in handen. En dan trekt men eigenlijk door de Parkweg, de Rapouwstraat, eigenlijk richting de Herenweg, richting de binnenstad van Groningen. Nou, eigenlijk al op die zaterdag 14 april is men de hele dag bezig om alleen maar door de Parkweg en de Rapouwstraat te komen. Dan moet je nagaan dat de burgers tussen die gevechten zitten. Die zitten als het ware, die zijn niet gevlucht uit de stad. Wij Groningers zijn vrij nuchter, ja. Komen op straat en bieden de Canadezen een kop koffie aan. Dat gebeurt in sommige gevallen. Dat gebeurt toch niet echt? Ja, dat is in sommige gevallen gebeurd. Stonden nieuwsgierig bij de gevechten te kijken. Schoven het gordijn opzij, keken even naar buiten. Ja, en een Canadese militair kon in enkele seconden niet zien of dat nou een Duitse militair was of een burger. Nee, snap ik. En daardoor zijn dus ook 110 burgers omgekomen. Dat zien we ook op de foto's. We zien nieuwsgierige burgers kijken bij de Canadezen tijdens die heftige straatgevecht. Maar hadden de Duitsers niet gezegd in die dagen, pamfletten opgehangen, burgers, blijf binnen, weg van de ramen, niet doen? Ja, maar toch hunken de mensen naar, ja, wat gebeurt er, hè? Het is nieuwsgierig. Ik heb ook wel een vrouw gesproken die zei, ja, ik hoorde helemaal niks meer. Tegenwoordig hebben we een smartphone. Nee, dat snap ik. Facebook en dan krijg je een pop-up bericht van, je bent bevrijd. Ja. In die tijd zaten ze in de kelder, geen radio. En dan is het stil, dan denkt men, ja, ik ben bevrijd. Ja. En die vrouw die kwam uit de kelder en liep het Noorderplassoen in en er werd opeens geschoten, dwars door haar hand. En tijdens een van mijn tours zei ze van, hoe kan dat? Ze zei, ja, ik heb geen enkele militair gezien. Toen zei ik, ja, op welke dag was dat dan? Ja, vrijdag 13 april. Ik zei, ja, toen was het hele Noorderplassoen nog door de Duitsers in bezit. Zwaar waren ze ingegraven, ja, die hebben het dus gevuurd. Ja, ja. Dus je ziet ook dat die nieuwsgierigheid van die burgers, ja, door 110 burgers bij ons zijn gekomen. En dan gaan de Canadezen langzaam richting de stad. We zien nog meer foto's. Ja, we zien nou onder andere een foto van de Grote Markt. Hè. De hele noordzijde is compleet verwoest. Want de Canadezen nemen intrek aan de zuidzijde van de Grote Markt. Ja. Dat is waar de drie gezusters zitten. En dan de Duitsers zitten aan de overkant. Dus waar de ABN AMRO zit, waar VND zat. En dan begint er ook een zwaar gevecht tussen deze twee partijen. En dat gaat door tot 8:30 in de avond, op zondag 15 april. Ja. En dan steken die Duitsers de hele noordzijde in brand, de oostzijde in brand, en die vluchten via de Sint-Janstraat richting het Rijksarchief. Dat is hier. Ja, dat is eigenlijk dit gebied. Daar zitten we precies. Ja. En hier geeft dus op 16 april 1945 om 1 uur in de middag de Duitse commandant zich over. Hier? Ja, eigenlijk in het Rijksarchief, dus hierachter. Ja. En dat is een heel bijzonder verhaal. Daar ging een Canadees, want daar zaten ze allemaal nog in het Rijksarchief. Hè, zwaar bewapend, die Duitsers, achter de archiefkast. Helemaal omsingeld. Helemaal omsingeld. En er stapt een Canadees daar binnen. Jimmy Mad Dextrace. Mad was zijn bijnaam. Hij loopt er naar binnen, handen in de zak, sigaret in zijn mond, om indruk te maken op die Duitsers die binnen waren. En dan loopt hij naar binnen. Dan kun je een speld horen vallen. Dan moet je nagaan die Duitsers zwaar bewapend achter die stellingkasten liggen. Schieten op elke persoon die binnenkomt. Nou, hij komt binnen. Er gebeurt niks. En dan hoort hij het klakken van Duitse lazen. En dan hoort hij dus die Duitse commandant van de trap afstappen. En die blijft in het midden staan. Ja. En dan staat Jimmy Dextrace oog in oog met die Duitse commandant. En toen? Ja, hij kijkt hem aan en er valt een stilte. En dan zegt Jimmy Dextrace met zijn vertaler, geeft hij zich over. En dan zegt die Duitse commandant, nein, ich kapituliere nicht. Hij wou er niks van weten van overgave. Maar uiteindelijk met de overtuiging van Jimmy Dextrace gaf hij zich over met zijn manschappen.
En toen werden ze afgemarcheerd de binnenstad in. En het grappige is, toen het Rijksarchief was opgeruimd, of men begon eigenlijk met het opruimen van de stad, hè, de puinhopen na de bevrijding, toen vond men heel veel munitie in het Rijksarchief. En wat bleek? De orde was gegeven aan de Duitse militairen, doorvechten zolang je munitie hebt. Maar als je munitie verstopt, hoef je niet meer door te vechten. En zo is de stad Groningen uiteindelijk bevrijd. En zo is de stad Groningen uiteindelijk bevrijd. Dankjewel, Joël Stoppels. Dankjewel. Okay.